ervan is. Dan hebben we nog een wereldprimeur vandaag. Niet alleen een fluisterviool, maar de allergrootste harp ter wereld wordt hier binnengedreven. Hij is gloednieuw. Harpist Remy van Kester is een dolgelukkige jongeman, want hij heeft hem sinds 2 weken in zijn bezit. En die harp is op zijn verzoek gebouwd en kan veel meer dan een gewone harp. Remy bespeelt hem volgende week tijdens zijn eigen harpfestival, maar eerst is hij hier in de studio. Remy, hartelijk welkom. Dankjewel. En ook jouw harp is natuurlijk van harte welkom hier. Ja. Waarom wilde je eigenlijk een grotere harp? De meesten willen een kleinere harp. Ja, dat was precies wat ongeveer alle harpbouwers mij antwoorden. Die zeiden, waarom wil je in godsnaam een grote harp? Ze krijgen alleen maar verzoek, kan je hem niet lichter maken, kunnen er niet minder snaren op, kan niet wat makkelijker in mijn auto passen. Dus ik was eigenlijk de eerste idioot die hem groter wilde hebben. En dat kwam eigenlijk uit verschillende redenen. Ik was heel veel muziek, we hebben het over 4 jaar geleden, en ik was heel veel muziek aan het bewerken voor de harp. En ik wilde toen eigenlijk wel een keer het linkerhandconcert van Ravel, wat voor piano heeft geschreven, op harp spelen. En ik kwam eigenlijk best een aardig enter mee. Alleen er zit de hele tijd een lage A. En ik probeer die lage A maar die harp houdt op bij de C. Dus ja. Dus toen dacht je, we gaan die harp verbouwen. Dus ik dacht, ja, die moet dus naar bij. Ja. Dat was de heel simpele eerste stap. En toen ben ik erover na gaan denken. Dacht ik, ja, verdorie, als we dan toch aan de gang gaan, dan moet hij eigenlijk ook toch wel meer klank hebben. Want als je met een orkest speelt, dan moet je ontzettend hard werken om steeds maar er bovenuit te komen. Terwijl, ja, dan verlies je eigenlijk zoveel dynamiek. Dan kan je niet meer de verschillen tussen, nou ja, piano en forte maken. En waar wordt die gebouwd? In Italië. Uiteindelijk zeiden de Italiaanse bouwer, ik sprak met een van de ontwikkelaars en daar ging het goed voor mij. Want alle mensen aan de marketing en zakelijke afdeling waren de eerste dat zoiets, ja, niemand gaat het ding kopen. Nee. Waarom zouden we het godsnaam gaan maken? Maar toen sprak ik met een van de ontwikkelaars en die had zoiets, ah yes, nu kan ik aan de slag. Nu mag ik een uitdaging om te kijken of we een nieuwe kant op kunnen met het instrument. Hoe lang hebben ze erover gedaan? We zijn er 4 jaar mee bezig geweest. Poeh. En het lijkt dan maar 2 snaren extra, maar dat is Dat is 4 jaar best lang voor 2 snaren. Dat is inderdaad. Maar er is natuurlijk heel veel meer bijgekomen. Kijk, kwamen er 2 snaren bij, wilde de klankkast aan de onderkant groter worden, dan moeten alle berekeningen opnieuw van de harp. Je moet je voorstellen dat op een normale harp zitten 47 snaren. En die hebben bij elkaar zo'n trekkracht aan de klankkast van 1000 kilo. En die klankkast is maar 1,5 millimeter dik. Dus met 1 snaartje erbij zou, zeg maar, dat hele ding uit elkaar knallen. Oftewel, alles moest opnieuw berekend worden met computermodellen. Er is zelfs 1 ontwikkelaar die daarvoor bij NASA heeft gewerkt aan te pas gekomen om het allemaal te berekenen. En daarbij wilde ik ook nog een dempedaal, want je speelt altijd je harp. Misschien wil je er even naartoe lopen. Ja, tuurlijk. Dat je even demonstreert wat nu het merkwaardige en opvallende verschil is tussen de ene harp en de andere. Overduidelijk is die heel groot, dus dat is al een groot verschil. Maar ja, hoe die klinkt, dat is natuurlijk het belangrijkst. En hij heeft een ongelofelijke bas. Omdat die lage snaren zijn toegevoegd, zijn eigenlijk al die snaren erboven hebben allemaal aan kracht gewonnen. De projectie is enorm. En bovendien is het ook, het is eigenlijk een soort, ik heb 2 harpen. Mm-hmm. Want de afgelopen 4 jaar ben ik meer op mijn eigen kant op gegaan, meer elektronische muziek aan het spelen, mijn eigen muziek aan het spelen. Dus ik heb een elektrische harp en een akoestische harp. En deze is het allebei. Dus deze is zowel elektronisch te versterken, te manipuleren. En hij is ook akoestisch al heel sterk. Dus je kan hem eigenlijk voor alles gebruiken. En jij kan dus die snaren, die demp je niet langer meer met je handen, zoals dat gaat. Nou, dat kan ook natuurlijk. Maar je kan hem ook, ik heb dus nu ook een pedaal, waar ik met mijn knie, je hebt dus al 7 pedalen als harpist, dus ja, dat is ook weer, wie bedenkt er god nog een pedaal bij. Maar ik heb met mijn knie nu de mogelijkheid om dit ding te dempen. Ja, dit is nog zo nieuw, dus ik weet eigenlijk nog niet wat het betekent dat ik dit kan doen. Maar ik kan hem dus ook vastdraaien op mijn harp en dan krijg ik ineens een soort kora. Er moet even een microfoon bij jouw prachtinstrument worden gezet. Intussen kan ik even aan Frits van het Instrumentenfonds vragen. En jullie zijn erbij betrokken, hè? Klopt, ja. Beter gezegd, jullie betalen hem. Wij hebben hem gekocht. Ja, ja, sterker nog. Het is een beetje een kruideniersvraag, maar wat kost dat ding? 70.000 euro. Dat toch weer wel? Ja. En dat had Remy niet op zijn spaarrekening staan. En waarom vond hij het zo belangrijk?
Ja, voordat wij daarachter kwamen dat het belangrijk was, is wel een heel proces in gang gezet eerst. Dat weet Remy alles van. En cruciaal in dat proces was dat Remy en ik het vliegtuig pakten en naar Italië zijn gegaan om die fabriek te bezoeken. En ik heb de luxe gehad om mee te kunnen maken de wisselwerking tussen Remy, de artistieke kracht van Remy, samen met de fantastische kennis en vaardigheden van het technische team van dat bedrijf. En die zijn elkaar gaan versterken. Dus dat idee werd gekoppeld. En voor onze ogen groeide dat instrument dus eigenlijk al. Ja, hij is inmiddels behoorlijk gegroeid, want het is een groot ding. We gaan nu luisteren naar Remy. Wat ga je spelen? Ja, dat vind ik dus eigenlijk doodeng. Want ik heb hem dus 2 weken en het is echt een beest. En ik voel alsof ik hem helemaal nog niet kan. Ik moet hem nog temmen eigenlijk. Nou, probeer. Maar ik dacht, ik ga toch iets improviseren wat eigenlijk alle kanten van het instrument laat zien. Op hoop van zegen. Goed getemd heb je dat beest. Remy neemt zijn indrukwekkende nieuwe harp mee naar zijn harpfestival dat aanstaande zaterdag 12 mei zal losbarsten in Utrecht. Daar ga je langer nog spelen op dit apparaat, denk ik. Ja, daar moet ik een heel concert gaan doen. Dus dat wordt een trip, denk ik. Heel veel zin in. Ja, dat festival sowieso. We hebben artiesten van over de hele wereld. Meer dan 50 harpisten. Maar ook bijvoorbeeld het Nationaal Ballet komt ook. Spinvis, singer-songwriter, komt met een Japanse koto, ook een harp, optreden. Ja, we maken allemaal combinaties die heel onverwacht zijn. We hebben ook concerten in het donker met een blinde harpist uit Taiwan. Nou ja, en onder andere Emmanuel Padilla. Vertel over Emmanuel, die heb je ontdekt 2 jaar geleden? Nou, ik niet. Emmanuel, ja, hij diende eigenlijk zichzelf aan. We hebben een internationale wedstrijd. Voor harpisten die op een innovatieve manier met hun instrument bezig zijn. En hij viel ontzettend op. Hij won het concours. 21 jaar, nu is hij inmiddels.
Mexicaan? Ja, het is een ontzettend leuke jongen en hij speelt zo goed. Wat speelt hij voor ons nu? Hij speelt een fandango van Soler. En we moeten maar naar hem gaan luisteren. Please. Die kan er wat van. Zeker weten, En zo is er dus heel veel talent over de hele wereld dat dan naar jouw festival komt. Ja, zowel jong talent als bewezen talent als alle categorieën. En dus wat ik zo gaaf vind van alle hoeken. Want wij hebben hier onze westerse harp, maar je hebt ook de Afrikaanse harp, je hebt de Japanse harp. De harp is over de hele wereld, Paul. Dus die komen allemaal naar Nederland, naar Utrecht, in Tivoli. Ik word een gelovige. Dankjewel. Komend weekend is Emmanuel te gast tijdens de 5e editie van het harpfestival van Remy van Kester in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Heel veel succes met je mooie grote reus. Hij heet ook Reus, geloof ik. En we hopen hem nog eens een keer vaker hier te zien. Na aanleiding van het overlijden van violist Herman Kerp.